Ik wist dat hart wat ik van Hede had gekregen. Ja, ik vond het wel heel erg leuk ook dat hij dat helemaal zelf had gemaakt en zo. Dat vond ik wel heel erg lief eigenlijk dat hij dat, ja, dat hij dat voor me over had of zo, zeg maar. Je kan ook gewoon een cadeautje in de winkel kopen. De eerste keer zag ik Hede in groep 3. Toen zaten we bij elkaar in de klas. Maar toen zag ik hem nog niet echt staan. Pas in groep 4 viel die op. Toen, maar ja, ik vond hem wel grappig. Ja, humor. Hij had heel grapjes. Ja, hij was altijd heel grappig in de klas. Echt de clown. Ik vond het heel leuk aan haar. Ja, ze kon zo raar doen. Dat is gewoon, ja, ze was anders dan, heel anders dan andere kinderen. Volgens mij in groep 6, toen kregen ze... En toen was het een beetje een knipperlichte relatie. Ja, dan dacht zij dat ik verliefd was op iemand anders. En dat was niet zo. En dan maakte zij het uit. En dan was het toch weer verkeerd met me. En dan niet. Je was gewoon nog verliefd op hem, dus dan vergaf je het hem ook wel snel. In groep 8, toen hadden ze niet echt meer knipperlichte relatie. Ja... Het was wel gewoon dik aan. Ik ging alleen nog maar met haar om. Nou, ook nog wel met andere mensen, maar echt vooral met haar. En ja, we deden alles samen eigenlijk. Hand in hand lopen, kusjes geven. Knuffelen. Ja. Nou, in de buitenland hadden we gezoend. En ja, eigenlijk er waren heel veel mensen die eromheen stonden. Maar wij zaten daarin. Nou, en dan zo. En dan... ja. Dan zaten de mensen ook hier zo in de buis zo, om dichtbij te kijken. Ja, een soort paparazzi eigenlijk. Ja, we zoenen dan op de mond gewoon. En het beste is ook je ogen dicht hebben. Ja, je moet je ogen eigenlijk gewoon dicht houden. En je moet niet verkouden zijn. En geen knoflook gegeten hebben. En ook geen knoflook gegeten hebben. En geen koortslip hebben. En geen koortslip hebben. Er zijn eigenlijk nog heel veel dingen waar je op moet letten. Ja. Eigenlijk is het best nog wel moeilijk eigenlijk. Als je voor het eerst uitgaat met je vriendje, zorg dan dat je niet door je moeder gebracht wordt. Als je bij meisjes in de buurt bent, gebruik dan altijd deo, want dat ruikt veel lekkerder. Als je een leuke jongen ziet, zorg dan een beetje dat je opvalt. Verf je haar roze. Toen ik van de basisschool afging, ja, ik vond het ook wel eens leuk om naar de middelbare school te gaan. Eindelijk weg van, nou ja, kinderachtige mensen. Sowieso ging ik... naar de middelbare school zonder vriendinnen of zo, of zonder dat iemand daar ook heen ging. Ik had het liefst wel nog op de basisschool gezeten. Ja, en dan zat ik ook nog bij Hede in de klas en dan zag ik hem tenminste vaker. Ik dacht eigenlijk, ja, we zien elkaar nog wel heel veel en we doen nog veel dingen tezamen. En na school kunnen we samen dingen doen, maar dat ging niet echt. Meestal zeg ik wel dat je contact houdt, maar op een gegeven moment houdt dat toch op. Want dan heb je weer nieuwe vriendinnen en dan ga je met je vriendinnen om. En je moet natuurlijk ook huiswerk leren, je bent natuurlijk langer op school. Het kwam er gewoon niet van. Je had het druk en nou ja, je vergat het gewoon. Ik had er wel willen bellen en zo, maar het ging gewoon niet. En daarna werd het steeds minder en minder en minder, omdat ze elkaar gewoon niet meer zagen. En zo, en dan, ja. Dan had je er zoiets van, ja... Zo kan het. Uiteindelijk was het gewoon opeens uit. En dan, maar ja, daar heb je dan later wel spijt van. Dan, ja, waarom heb ik hem niet vaker opgebeld van zullen we iets afspreken? Maar ja, zo is het gewoon gegaan. Ik zat op school en dacht, ja, hoe moet ik dit doen? Dus ja, toen was het op een gegeven moment iedereen zei, ja, je moet gewoon naartoe gaan. Maar ik dacht, ja, dat is ook zo wat. Hij maakt het uit via Hives en hij heeft geloof ik ook nog een sms'je erover gestuurd. Voor als ze het niet had gelezen, want er zijn nog wel eens problemen met krabbels op Hives. Toen had ik terug ge-sms'd van, ja, maar waarom dan?
toen stuurde hij van ja, ik zag je te weinig. Dus dat was wel even balen. Hidde, die kreeg ook wel van kleine liefdesbriefjes van Luca om het toch nog een keer te proberen of omdat het toch zo jammer vond. En ja, er stond in dat ze hem nog steeds leuk vond en ja, dat ze weer terug wou en ja, een beetje klef eigenlijk. Toen hij het net uit had gemaakt, toen was ik nog wel op hem. Nou ja, toen de eerste twee dagen niet meer, maar daarna eigenlijk dacht ik wel een beetje van oh, nou, het is wel jammer, want ik was nog wel echt op hem. Ja, ik zou het wel grappig vinden om hem weer een keer te zien gewoon hoe ze nu is en ja, hoe zij erover denkt eigenlijk. Ik denk dat het iets van 3 maanden geleden is dat we elkaar voor het laatst gezien hebben, maar toen was het nog niet uit. Maar daarna hebben we elkaar ook niet meer gezien. Can't sleep, 'cause everything's changing. You don't want to leave things behind. Can't breathe, 'cause too many things going on, going wrong in your life. Hello, hello. Hi. Is het op de middelbare school? Ja, leuk. Ja, veel huiswerk en zo. En, nou ja. Maar ook niet daarna verkering gehad of zo. Ik heb alleen maar stomme jongens in de klas. Ah, allemaal matjes. Of nerds. Maar het is wel raar zo om elkaar weer te zien na heel lang. Heel lang. Ben je nog verliefd op me? Nee, denk het niet. Maar ja. Nou, maar ik heb je ook al zo lang niet meer gezien dat je dat eigenlijk ook niet echt weet, zeg maar. Tenminste, ja. Als jij heel erg veranderd bent, weet ik het niet. Maar ja, geen idee eigenlijk. Nee, denk het niet. Tenminste, op dit moment niet. Maar als ik je vaker zie of zo, dan misschien weer wel. En jij dat op mij? Nee, ook niet. Oké.